Toen mijn jongste kind zo'n 6 weken oud was, deelde ik een foto van ons op sociale media. Het was een foto waarbij hij in de draagzak zat en ik een glas wijn dronk. En een vrouw die ik niet kende reageerde onder die foto: "Ik hoop dat je geen borstvoeding geeft." We hebben in onze samenleving nogal veel ideeën over waar een goede moeder aan moet voldoen. De moeders in de documentaire Spijtmoeders van Milou Gevers omschrijven het treffend. Een goede moeder, die kan zich geen leven voorstellen zonder kinderen. Ja, wat je als moeder dient te zijn, is liefdevol, geduldig. Een goede moeder is iemand die zich helemaal overgeeft aan het moederschap. Dichter en schrijver Adrian Rich noemde het moederschap een instituut, met regels en wetten, een ideologie en een geschiedenis. Het goede moederschap is bovendien iets wat vrouwen natuurlijk zou moeten afgaan. Er wordt verwacht dat je zittend op een roze wolk de moederrol volledig kan en wil omarmen. Dat moeder zijn je enige identiteit wordt. Hoe opgesloten je je kan voelen in deze rol laat Stephen Daldry al zien in de klassieker The Hours. What? What do you want? Meer dan 80% van de Nederlanders vindt dat een moeder met jonge kinderen niet meer dan 3 dagen per week zou moeten werken. We verwachten van de moeder nog altijd veel meer op het gebied van zorg dan de vader. De moeder wordt al snel de manager van het gezin. De enige uitdagende functie die je in Nederland als vrouw meteen in je schoot geworpen krijgt. Of zoals Ilse, de hoofdpersoon uit de Albert Heijn reclame, het laat zien. Hoi, ik ben Ilse, 35 jaar en best handig, al zeg ik het zelf. Oh, en ik ben moeder van Tommy. Ik heb een auto en ik heb een fiets. Lekker. Ik ben gek op koken en op zondag overdrijf ik graag. Afblijven. Denk je dat het genoeg is? Soep, stoep, weer en stap. En op maandag kookt Bart. Nou ja, kookt. Eet is klaar, jongens. Ja, zo manage ik thuis de boel. En op mijn werk. Het is grappig, dit beeld, omdat het cliché is. Bijna iedereen herkent het. Maar zo grappig is die ongelijke verdeling natuurlijk niet. Veel vrouwen ervaren druk en stress vanwege het combineren van de werk- en zorgtaken. Juliette van Ardenne toont in de korte psychologische thriller Stuwing hoe de roze wolk ook donkergrijs kan zijn of zelfs alle kleur kan verliezen. Als je zoals ik na de geboorte van je kind gevoelens van woede ervaart, omdat je positie in de samenleving veranderd is of je nieuwe identiteit wringt met wie je hiervoor was, dan worden die gevoelens niet altijd begrepen. Terwijl die tegenstrijdige gevoelens in het moederschap, moederlijke ambivalentie, juist heel natuurlijk zijn. De film The Last Daughter van Maggie Gyllenhaal toont het afbrokkelen van het zogenaamde ideaalbeeld. Someday you're on. It's clumping. Dit beeld is veel realistischer dan dat beeld van de moeder als zichzelf opofferende, liefdevolle, zorgzame heilige. It takes a village to raise a child. Maar in onze individualistische samenleving is van die village vaak niet zoveel meer over. Vaak wil het oordeel, maar niet de hulp. Juist daarom is het belangrijk dat we makers hebben die een ander perspectief op het moederschap laten zien. Waarin alle emoties aan bod komen. Woede, verdriet, schaamte, schuld, naast blijdschap en liefde. Zodat moeders die worstelen weten dat ze niet alleen zijn. En dat we ons bewust zijn van hoe de moederschapsrol in onze samenleving is ingevuld. En hoe we dat moeten veranderen.